En hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe aflevering van Minecraft Survival. Ik maak een grapje, tuurlijk is het geen survival. Het is Skywars. Jullie dachten natuurlijk van, survival in deze server? Nee, maar wat is het grapje? Wat gaan we vandaag doen? Skywars. En als die vorige aflevering heb ik met iemand anders gedaan. En als die het echt wel even duurde, voordat wij met z'n tweeën in een potje zaten. Ja, vind ik toch dat jullie even wat extra's verdienen. Dus ik ga snel zelf beginnen, ik doe het vandaag even mijn eentje, want dan hoop ik dat ik snel allemaal shit kan doen. Allemaal potjes kan joinen. Kijk, net als dit dus. Even snel potje joinen, weet je. En dan ga ik gewoon proberen te ownen. Ik zeg niet dat ik extreem veel potjes ga doen. Want het kan ook zijn dat ik natuurlijk heel lang in één potje blijf hangen. Dat ik gewoon dik ga winnen, weet je. Dus, maar ik ga gewoon proberen lekker veel potjes te doen voor jullie. En natuurlijk te winnen. Want ik kan best 100 potjes in één potje doen. Alleen, daar schiet ik niet heel erg mee op, weet je. Want dan win ik niet, waarschijnlijk. Dus daar ga ik vanuit dat ik geen 100 potjes kan doen en dan nog steeds win. Daar ga ik niet echt vanuit. Shit. Wacht. Wacht. Oké, fuck dat. Oplossing. Oké, die gast komt toch voorlopig nog niet naar me toe, dus ik zet even mijn scherm richting hem. Zo. Oké. Zo is het prima. Ja, ik vind het zo goed. Oké. Team. Zou die willen teamen? Ik zou het niet weten eigenlijk. Oké, daar is iemand die naar mij toe wou. Oké. Ik ga gewoon naar hem toe. Als hij niks antwoordt, dan vind ik dat een nee. Want in deze game kan je niet zo zijn van geen bericht, goed bericht. Dus ja, weet je. Ah, ik raak jou lekker wel. Fuck jou, ik heb nog meer. Oh, ik gooi te hoog. Oh fuck. Zet waarom mijn sneeuwbal ook op? Wat is dat voor slim persoon? Dit is heel slim, wat geef ik toe? Fuck jou, ik heb net golden apple gegeten. Fuck, wat deed hij? Ik had golden apple gegeten, wat? Oké, ik begrijp dit niet. Oké, we gaan meteen verder, want ik zou voor jullie lekker wat potjes doen, dus let's go. Boom. Oké. Rainbow is leuk. Boom. Misschien dat ik eentje moet... Ik ben blauw, yes. Ik ben geen roze, net als de vorige keer. Fuck jou. Wacht. Als ik nu vraag of mensen willen teamen, dan willen ze misschien nog wel teamen. Zou het zo zijn? Misschien is er iemand die wil teamen. Alleen waarschijnlijk als ik daar diegene tegenkom, weet ik al lang niet meer dat het diegene is. Dat is dan kill ik diegene waarschijnlijk ook. Dat kan gebeuren. Dus ik heb het eigenlijk nog nooit gezegd volgens mij. Maar als ik ooit een keer in een potje, als ik met jou in een potje zit en ik kill jou. Dan was het of omdat ik gewoon wou winnen, of omdat ik het gewoon niet door had. Misschien heb je wel gezegd van, hey, rolt niet, ik wil teamen. Maar dan heb ik het gewoon niet door gehad. Dus als we ooit een keer zouden teamen en ik heb je toen gekild, mijn excuus dan. Maar ja, is vrij weinig meer aan te doen en dit is wel goed. Deze spullen zijn wel goed. Wauw. Goed spul. Let's go to the underground. Nothing. Oké. Zo. Oké, verder niet zo heel veel bijzonders. Dan kijk ik in die lava ook gewoon mee. Boom! Zo doe ik dat. Dumbo. Had ik een boog? Ik heb een boog. Vet. Oh, ik heb ook meteen schoenen. Ik heb gewoon full gear. Dat is niet slecht. Laten we even eerlijk zijn. Ik loop geen risico's.
Ik ga geen onnodige grote risico's lopen. Slechts nemen. En hij heeft me gezien, dat weet ik. Oh, toch niet? Oh, hij heeft me niet gezien. Oké, top. Kom dan. Oh. Hij heeft wel een boog en ik maakte gewoon een grapje. Oeh. Oh. Fuck jou! Boom. Heb ik zijn golden apples? Nee, ik heb wel zijn pijlen. Hij heeft toch vast wel meer golden apples. Dat zou je zou toch wel denken. Oké, we doen even zo. Oké. Het gaat goed, het gaat goed. Ik voel het gewoon aan mijn water. Niet vies bedoeld informatie hoor. Visje eten. Maar waar, waarschijnlijk had hij echt maar één golden apple en heeft hij gewoon meteen gegeten toen hij mij zag. Mensen gaan spontaan goed eten als ze mij zien. Zo spontaan als het ging. Zo. Oh. Oké, er zijn nog 5 mensen over. En eens even kijken, waar kan ik naartoe? Laat ik naar deze gast, laat ik naar die gast toe gaan. Maar ik heb wel zoveel, ik heb wel heel wat pijlen nu dus. Ja, weet je. Boom. Oké, het zijn teamers, dat is wel kut. Boom. Oh kut, ik schiet te laag. Okay, dit gaat beter. Ja, ze gaan mijn pijlen hard, hè? Rodney, goed zo, slimme jongen. Ze hebben me nog niet echt geraakt, dus ja, waar moet ik bang voor zijn? Oké. Okay. Op een broek daar heb ik gewoon full diamond gear. Dus ik denk niet dat ik heel erg bang hoef te zijn. Dus ja. Oké. Okay. Oké, er zijn nog 4 mensen over. Ik ben er 1 van. Er zijn nog 3 mensen om te killen. Zo zie ik dat altijd maar. Oké, er zijn nog 3 mensen over. Oké. Okay. Oké. Okay. Fuck jou! Je speelt niet eerlijk, hè? Je speelt niet eerlijk, man. Oké, okay, hij speelt niet eerlijk. Dat is niet eerlijk. Fucking lava. En toch vind ik... Eigenlijk, ik vind persoonlijk dat ik gewonnen heb. Fuck jou, hè? Hij stond hier niet meer, maar dat maakt niet uit. Toch, ik wou geen GG schrijven. Je moet gewoon, als je een man bent, moet je gewoon het gevecht aangaan. En dan had ik wel gewonnen. Dat weet ik gewoon. Nou, die kan ik niet joinen. Ik dacht al. Pirate, I am a pirate. En daarom heb ik een zwaard. En een, heb ik ook een boog? Nee. Piraten hebben geen boog. Die hebben een kanon. Ja, een kanon is goed. Kanon klinkt interessant. Maar we hebben geen kanon. Kut. Dat moet ze nog eens een keer in Minecraft toevoegen. Want het is natuurlijk... Minecraft is gebaseerd op iets heel ouderwets. Dus...
Ja, daarom snap ik ook niet helemaal dat redstone gedoe, maar oké. Ja. Moet ik dat, ja, hoe zeg ik dat? Ja, ze willen het heel ouderwets houden, dus dan zouden ze eigenlijk ook nog iets van boten moeten hebben. Iets. Want in die tijd hadden ze volgens mij echt van die super huge boten. Tenminste, volgens mij is de tijd waar Minecraft op gebaseerd is, hadden ze van die super huge boten. Dus ja. Ik weet niet waarom ze dat nu niet hebben, waarom ze dat niet in Minecraft hebben, maar ja. Daar ga ik niet over. Wat wel een Minecraft weetje is, ik heb geen idee of iedereen het weet. Maar er is een de reden dat de groene ore, dus emerald, dat het emerald heet en niet ruby of zoiets, is omdat iemand omdat een van de dat er iemand werkt bij de makers van hoe heet het? Van Minecraft, die dus hoe heet het? Kleurenblind is. Vandaar dat ze dat hebben gedaan. Dus ja. Heb ik altijd over naast te denken. Dat heb ik het een keer opgezocht. Ik van, oh kijk, dat klinkt wel logisch eigenlijk. En ik vond het serieus ook wel logisch klinken, dus ja. Oeh. Ik was echt net op tijd. Fuck jou! Bam, zo doe ik dat. Zo. Even kijken. Niks aan een boog. Oh, ik kan wel een boog maken. Ik ga een boog maken. Vind ik een goed idee. Oké. Dit is echt. Ik sta trouwens echt op de perfecte plek om eraf geschoten te worden. Oh, zie. Wow, ik zeg het en wat gebeurt er? Ik word geschoten. Natuurlijk niet met iets heel ergs, maar ik word wel geschoten. Heb ik eten? Ik heb helemaal geen eten. Kut. Kijk, ga hier staan. Oké. Dan ga ik dus nu op dit ding. Boom. Kom op, wat niet. Vind je het ding wat ervoor staat? Klopt dan. Fuck, bijna. Wacht er, wacht, 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 wacht. Nee, dat werkt niet zo. Oké. Zo. Dombo. Boom! Zo, jij bent ook gevallen. Wat dan dat ze dit dombo's zeg. Ik zou kill je, dus twee mensen. Niet dat ik dat echt had gepland om dat zo te doen, maar ja. Nee! Fuck. Dat meen je niet, hè? Kill ik zo met twee mensen, ga ik op de meest lullige manier dood. Maakt niet uit. Boom, ik join meteen. Ik ga gewoon nog een potje doen. Want ik heb gezegd dat ik veel dat ik wat aardig wat potjes zou doen. En op zich, ik vind nu eigenlijk wel dat dit een blauw duimpje verdient. Want ik heb al aardig wat potjes gedaan. En ik ben al bij heel wat potjes aardig ver gekomen. Weet je, heb ik zelfs bijna gewonnen. Bij deze kwam ik dus ook heel ver. Bij die vorige. Dus ik heb gewoon twee kills achter elkaar gemaakt. Gewoon twee mensen eraf geslagen die gewoon niet zo slim waren. Dus ja. Ik vind eigenlijk wel dat het een blauw duimpje omhoog verdient. En ik zeg meestal zeg ik dat pas aan het eind van de aflevering. Maar ja, ik help jullie gewoon even herinneren, laat ik het zo zeggen. Want een beetje herinneren, dat mag toch wel. Ja, ik vind van wel. Ik vind van wel. Oh, ik heb Golden Apple, dat is handig. Oké. Dan doen wij zo en zo en meer heb ik eigenlijk niet. Nee, dat is best wel zielig eigenlijk. Kijk, meer heb ik niet. En zullen er ongetwijfeld weer van die jongens zijn die denken van, hé gast, ik ben slim. Hij weet niet eens dat ik helemaal niks heb om te gooien. Maar dat maakt niet uit.
Kan je dit gooien? Dat mensen er damage van krijgen, volgens mij niet. Nee! Wat deed ik? Ik kreeg mijn zwaard niet te pakken en ik had hem gewoon van mijn ding af moeten knallen. Maar ja! Oké, dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet een like achter te laten, te reageren en te abonneren. Want ik vond het een hele leuke aflevering en ook heel geslaagd. Dus ja, vergeet niet een like achter te laten, te reageren en te abonneren zoals ik al zei. Even een extra geheugensteuntje dat jullie twee kunnen doen, weet ik veel. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken en dan zeg ik gedag.